verjaardag? Hoe laat is het? Heb ik me verslapen? Hoe laat is het? Ik heb 6 wekkers gezet. Hoe kan dat nou? Een lage zoomwekker. Een lieve zachte wekker. Een hoge piepwekker. Een nare piepwekker. Een knetterwekker. En ik heb zelfs voor de zekerheid mijn kapotte herriewekker gezet. Stop! Oh, mijn hoofd zit zo vol. Ik moet zoveel onthouden. Bij elkaar wel 8 dingen. Of 9. Nee? 8. Ja, 8. Ik moet een toonladder leren voor school. Paraplu's zoeken voor mama. Planten water geven. Sokken uitzoeken. De kat een feestrik omdoen. Brokjes kopen. Mijn super lelijke feestshirt die mama speciaal voor mij heeft gekocht. Niet vies maken. En een hele mooie taart bakken voor opa's verjaardag. Hoeveel zijn dat er? Paraplu, taart, planten, sokken, kat, brokjes. 6. Hè? Toonladder, dat is 7. En mijn feestjurk niet vies maken, dat is 8. Ja, 8. Nee! Oh, nou vergeet ik bijna het allerbelangrijkste, mijn cadeau. Het allermooiste cadeau voor de allerliefste opa. Ik heb het helemaal zelf bedacht. Een nieuw muziekstuk. Mijn opa is namelijk dirigent. En dirigenten die houden heel erg van mooie melodieën. Mijn melodie is nog geheim. Maar hij gaat zo. Ha, ha, oh, opa, oh. Hè? Oh, opa, opa. Hè? Opa, opa, opa. Opa, 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 dit is het niet. Dit is het niet. Ik weet het niet meer. Ik ben mijn cadeau kwijt. Oh, en ik heb er zo lang aan gewerkt. Hoe kan ik het nou vergeten zijn? En opa, opa heeft vast alles perfect voorbereid. Nou ja, de taart, die is die vast vergeten. Die vergeet hij ieder jaar. Dat is nummer 1 op mijn lijst. Ik bak de taart. Ik heb een pak.
Ik heb mijn strikje. Ik heb mijn riem. Hé, opa? Ik heb mijn schoenen. Ik heb mijn jas. Ik heb mijn strikje. Ik heb mijn bril. Ik heb mijn riem. Ik heb mijn broek. Ik heb mijn jasje. Ja, ik heb mijn bril. Mijn schoenen. Mijn sokken. Mijn sokken? Ik heb mijn schoenen. Ik heb mijn sokken. Ik heb mijn bril. Ik heb mijn riem. Ik heb mijn pak. Ik heb mijn strikje. Ik heb alles. En daar is mijn orkest. Welkom, welkom. Ik heb champagne, limonade, vorkjes, kaarsen en slingers. Toch voelt het dat ik iets vergeet. Maar ik ben iets vergeten. Iets vergeten. De taart! Opa, u vergeet de taart! Taartbakken, kastwater geven, plantenstrik omdoen, jurk ophangen, nee, kat ophangen, jurk vies maken, taart water geven, toonladder bakken, kat ophangen, blokjes eten, plant. Misschien dat ik dan weer ruimte in mijn hoofd krijg voor mijn melodie. Nummer 1 op mijn lijst. Ik bak de taart. Thank you.
dat nu? De kat. De kat ophangen, paraplu eten, plantenstrik opdoen, jurk ophangen. Nee, kat ophangen, brokjes eten, planten kopen, jurk vies. Ja, kat ophangen, brokjes eten, planten kopen. Ja, dat is het. Ik moet het nu opschrijven. Die noten. Anders ben ik het straks weer kwijt. Muziekpapier. Muziekpapier. Oh, die heeft opa natuurlijk opgemaakt. Misschien heb ik boven nog. Oh, ook niet. Ik weet waar ik muziekpapier kan halen. In de muziekfabriek. Het fabrieksorkest. Praten door mijn muziek.
Ik? Wie is ik? Ik, Bastienne, maar noemt u me maar Bas. Hoe durf je? Ik heb muziekpapier nodig. Muziekpapier nodig? Jij? Ja, het gaat om de allermooiste melodie die ooit is bedacht. Ah, de allermooiste melodie. Die moet wel van mij zijn. Hier, hou eens vast. Dit misschien. Nee, nee, dat is het niet. Het is meer... Nee, het is meer... Dit? Nee. Voorzichtig. Pam-padadam-padadam-padadam. Ja! Pam-padadam-padadam-padadam. Kunt u dat alstublieft voor mij op papier zetten? Ja! Dat eerste stukje, stop! Waar is dat stukje muziekpapier? Dit is verkeerd! Wat is verkeerd? Te hard, te zacht? Te snel? Te langzaam? Of, ik hoop het niet, te vals? Nee, dit is altijd is Korczakjesiek van Mozart. Dit is niet mijn melodie! Nee. Maar dat eerste stukje muziekpapier, daar stonden de goede noten op. Alsjeblieft, die moet ik hebben. Dat is mijn melodie! Maar het is toch niet haar melodie? Je hebt het gepikt. Nee, het is mijn melodie. Kom hier, dan zullen we zien welke melodie jij piept. Ah! Oh, schuwelijk. Stop, ik kan niet tegen valse geluiden. Ah! Rot kind, mijn fabriek uit. Ik moet dat stukje muziekpapier hebben. Muziekpapier, daar stonden de goede noten op. Hoe krijg ik die nou ooit weer? Ja, misschien met een wervelstorm. Een reusachtige, stormachtige wervelwind. Misschien kan ik daarmee het muziekpapiertje uit de muziekfabriek zuigen. Ja, willen jullie mij helpen? Kom maar allemaal staan. Oké. Allemaal staan. Ik heb jullie hulp heel hard nodig. We moeten een storm maken. Maar storm maken is heel gevaarlijk. Dus dat moet heel precies gebeuren. Hier, dus doe mij precies na. Het begint met heel veel wind. En langzaam vallen de eerste druppels. En dan begint het te regenen. En dan breekt de storm pas echt los. En als het nou heel hard stormt en regent, dan kan het ook gaan flitsen
Ik heb van opa geleerd dat je na de flits moet tellen tot je de donder hoort. Dan weet je hoe dichtbij het onweer is. 1, 2, 3. Gaan weg, maar de wind blijft hard blazen. En langzaam, heel langzaam, gaat de wind weer liggen. Wauw. Wauw. Zien jullie dat? Mist. Hé, wat mooi. Zien jullie dat? En horen jullie dat? Wauw.
zoon van de Echelbergen. Huh? Echelbergen! Het lijkt wel een toonladder. Oh, die moest ik ook nog leren. Opa had een ezelsbruggetje bedacht. Het begint met een doos. Ja, de doos. De doos stond op de berg. Laat die ons door. En de doos stond op de berg. Laat die ons door. En in die doos... Daar zat een ree, een reuze ree, een knots van een ree. Tjonge jonge jonge, wat een ree was dat. En de ree in de doos, en de doos stond op de berg. Laat die ons door. En de doos stond op de berg. Laat die ons door. En op die ree, daar zat een mier vol fantasie. Tjonge jonge jonge, wat een fantasie. Fantasie in de mier en de mier op de ree en de ree in de doos. En in die doos, daar zat een ree met een mier in zijn vacht vol fantasie. Zo laat die ons door. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Ja, ik kan hem! Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, re. Het muziekpapiertje. Dank jullie. Dank jullie wel. Opa's cadeau. Oh, nou, nu hoef ik alleen nog maar naar huis. En de noten netjes over te schrijven.
maar gewoon een nieuwe tekst op deze melodie schrijven. Want deze raak ik in ieder geval echt niet kwijt. Nou. Oké. Even denken. Jouw verjaardag. Jouw verjaardag is vandaag. Ja, jouw verjaardag is vandaag. Jaar voorbij, wat ging het? Wat ging het? Wat ging het? Traag, ja, traag. Al die dagen moest jij wachten, maar jouw verjaardag is vandaag. Jaar voorbij, wat ging het traag? Al die dagen moest jij wachten, maar kijk nou, maar kijk nou wat wij wachten, dachten, lachten. Brachten! Maar kijk nou wat wij je brachten. Veel cadeaus speciaal voor jou. En nu taart en dansen gauw. Ja! Ja! Nou, dan heb ik in ieder geval een troostprijs cadeau. Hey, moet je zien? Mijn super lelijke feestjurk. Hier, moet je kijken. Hé, hey, mama, speciaal voor mij gekocht. Oh, vreselijk. Moet je kijken. Hier. Niet vies maken, hè, Bas? Wat stond er nog meer op mijn lijst? Sokken uitzoeken. Mama heeft een mand voor eenzame sokken. Als mama de was doet, dan raakt ze altijd de helft van mijn sokken kwijt. Nou, en dan doe ik dus twee verschillende sokken aan. Daar raakt ze dan weer de helft van kwijt als ik die in de was doe. Hè? Hé? Hey, dat is handig. Oh, dat is echt heel goed. Oh, dan kan ik die even kijken. Ja, en zo. Die hoort daar. En die... Hè? Sokken zijn eigenlijk net muzieknoten. Oh, wacht. Ja, pa, pa. Pa, pa. 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 Ja, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ja, dat is mijn melodie. Ik moet meer sokken. Meer sokken. Thank you.
sokken terug, vuile dief. Geef, vuile dief, sokken terug. Dat zijn mijn sokken. Ik probeer een muziekstuk op te schrijven en niemand mag mij storen. Gestoord probeer ik sokken op te schrijven. Hou op, hou op. Geef mijn sokken terug, vuile dief. Geef terug. Ik heb die nodig voor mijn melodie. Jij bent een oorwurm. Mijn melodie, stomme dief. Stop! Daarom zing ik altijd Is Kordjakje ziek. Dat doe jij! Daarom zing ik. Zing ik daarom? Stop, hou op! Hou, daarom hou. Stop, zing ik jij. Stop. Ik zing daarom jij. Mooie, mooie melodie van mij. Nu van mij. Dank, dank. Stomme dief. Thank you.
Melody? Oh, dat lijkt mij Melody wel. Laat het de oorwurm niet horen. Oh, dat is echt het mooiste cadeau. Dat ik opa kan geven. Dank je wel, vogel. Bas! Bastienne! Wakker worden! We hebben ons verslapen! Gezicht kammen, tanden wassen, haren poetsen. Tanden kammen, haren wassen, gezicht poetsen. Gezicht wassen, haren kammen, tanden poetsen. Bas! Hup, plassen! En vergeet niet door te trekken. Waar is je jurk? Waar is je jurk? Bas, we moeten naar opa! De wekkers. Het waren niet 8, niet 9. Het waren 10 dingen die ik moest onthouden. Paraplu, taart, planten, sokken, kat, brokjes, toonladder, mijn jurk, mijn cadeau en de wekkers. Bas, oh. Bastienne, hier, je jurk. Oh. Nootje, zijn jullie er eindelijk? Wat zien jullie er? Uit? Gefeliciteerd met uw 70ste verjaardag. Dankjewel. Hier, een echte frambozen muzieknotentaart. Die bent u vast vergeten. Hoe weet je dat? Die vergeet u ieder jaar, opa. Opa, het spijt me verschrikkelijk, maar ik ben mijn cadeau voor u kwijtgeraakt.
Ik had speciaal voor uw verjaardag een eigen melodie bedacht. Gecomponeerd? Voor mij? Ja, gecomponeerd. Ah. Maar mijn hoofd zat zo vol. En toen wilde ik het opschrijven, maar het muziekpapier was op. En in de muziekfabriek waren ze zo gemeen. Wat vervelend. En toen raakte ik het papiertje door de storm en door de mist kwijt. En in het bos werd ik achtervolgd. En toen wilden ze het weer van me stelen. En de regen heeft alle noten weggespoeld. En mijn jurk is ook nog kapot. Ah, wat zielig. Die vogel. Die vogel in mijn raamkozijn, die zong mijn melodie. Vogel, kan je even komen staan? Kom maar staan, vogel. Oké, jullie doen dit, jullie doen dat, jullie zus en jullie zo. Oké? 1, 2. Ja! Het is die oorworm. Die is me al de hele dag achterna aan het zitten. Ik kom niet van eraf. En nu gooit hij weer alles door elkaar. Oorwormen, hè? Dat zijn lastige knaapjes. Maar er is al wat op te doen. Moet je maar eens opletten. Ja? Jongens, pas op. Nog maar eens een keertje. 1, 2. Dus kom maar allemaal staan en dirigeer met mij mee. Doe mij precies na. Een mooi cadeautje. Het allermooiste cadeautje wat ik ooit gehad heb. Dank je wel. Oh, echt? Wat mooi. Vond u het mooi, opa? Ik vond het prachtig. Oh, nou, dan heb ik nog één ding dat we moeten doen, opa. Wat dan? Ik had ook nog een troostprijs cadeau gemaakt. Wilt u dat horen? Tuurlijk. Ja, het is wel op dat lied van Mozart. Is dat erg? Ja, dat is een beetje jammer. Dat hebben we al zo vaak gehoord. Ja. Willen jullie me anders helpen? Kom allemaal maar staan. En dan gaan we het met z'n allen als cadeau voor opa zingen. Mag ik de toon? Ik tel tot 4 en dan zingen we het allemaal voor opa. 1, 2, 3.